Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu 6:15 ochtends. Dinsdagochtend, 15 mei. Ik heb besloten een ochtendje te gaan penvissen. Mijn voerboot is namelijk even met bij de reparateur, dus ik kan de afstandvisserij met deze warme dagen wil ik alleen tegen obstakels aanvissen. Dan wil ik zo strak mogelijk tegenaan liggen. Dat kan alleen met een voerbootje. Maar die is op dit moment krijgt hij een upgrade met een dieptemeter. Supergoed dit. Dus die is even bij de maker en die gaat hem er even inbouwen. Ik zit nu in de polder. In de buurt van Almere Buiten, tussen Almere Buiten en Almere Lelystad. In de polderslootjes te vissen. En 5 voerplekjes gemaakt. En ik zie echt heel veel karper aan de oppervlakte. Dus ik hoop dat die zometeen hun neuzen laten zakken naar mijn bodemmaasjes. Dat zal zo'n 50 centimeter zijn, want heel veel dieper zal het niet zijn. Misschien 60. En dat ze dan mijn aas op gaan pikken. En doen ze dat niet, dan ga ik naar de eerste ronde even naar de supermarkt om even wat drijfvoer te halen. In de vorm van een brood of in de vorm van hondenbrokken of kattenbrokken. In ieder geval dingen die drijven. Maar goed, ik hoop dat ze gewoon het bodem aanspakken, want dan heb ik ook een missie geslaagd. Ik denk dat ik wel al 12 karpers in de oppervlakte heb gezien. Dus ze zitten er sowieso. Het is alleen de vraag of ze willen bijten. Dus ik hoop dat ik jullie zometeen de eerste karper van de sessie kan laten zien. Het is nu 6:15. Ik heb 6 uur al voer op de plekken gelaten. Ik ga het over 3 kwartier afvissen. Ik ga nu nog even lekker rondkijken. Een paar beelden schieten. Dan moet het helemaal goed komen. Nou, het is nu 8:15. Ik heb 5 plekjes afgevist en het was bij alle 5 niks op 1 brasem na, op de eerste stek gelijk. Dus de karper zit duidelijk niet op de bodem. Ik zie ze nog wel steeds aan de oppervlakte cruisen. Dus ik ga proberen nu met de korsten nog het een en ander hoop ik te triggeren om alsnog een aanbeet te forceren en dus meer karper te vangen. Ik wil jullie nog eventjes attenderen op het feit dat ik nog steeds het pensetje weggeef. Dus abonneer op mijn kanaal en geef in de comments van dat vlogje, dat is vlog nummer 32 uit mijn hoofd, aan dat je graag het pensetje wil winnen. Dan maak ik 20 mei, dat is over 5 dagen, de winnaar bekend. Ik ga nu even proberen een karper te vangen. Nou, de montage die ik voor het oppervlaktevissen voor de korst gebruik is gewoon een simpel haakje. Wel een iets groter haakje. Ik denk dat dit maatje 4 is of 2. Enfin, dan maak ik de korst, zet ik erop. En dat laat ik ook even zien. De korst zet ik erop. Ik prik de haak door die twee dingen heen. Dus zo helemaal doorheen. En dan draai ik de haak zo. Dat ik hem in de korst druk. Trek hem goed even aan. En zo monteer je de korst. Als dit na 5 seconden in het water ligt,
tot 10 seconden, dan sla je er gewoon zo doorheen. En dan pak je gewoon vlees met die haak. Dus dat is mijn montage voor de korst. Heel simpel, heel basic. En eigenlijk alleen maar een maathaak 2 of tot 4 op de hoofdlijn. Zelfde penhengel, zelfde lijn. En zo vis ik hem. Nou, het is nu 10:15, bijna 10:30. Ik stop ermee. De karpers lijken in een soort pre-paai modus, zeg maar. Ze dobberen een beetje achter elkaar aan de hele tijd in de oppervlakte. En tonen totaal geen interesse in de korst. Ik heb één karper een korst zien pakken. En het was ook eentje. Ik denk, nou, die gaat nu azen en dan kan ik mijn korst ertussen laten vallen tussen die paar korsten die ik gevoerd had. Maar het was één korstje die hij meenam en toen was hij weer daar. Dus het zat er weer niet in vandaag. Ik heb ze wel gezien, ik heb wel echt genoten. Ik vind het echt leuk om die karpers te observeren en te bekijken. Er waren er genoeg. Ik denk dat ik wel 40, 50 karpers heb gezien totaal. Maar gewoon totaal geen interesse in het voer, zowel op de bodem als aan de oppervlakte. Dus ik heb mijn best gedaan. En het is even niet anders. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog weer. Ciao. Nou, welkom weer bij een nieuwe vlog. Dit keer zit ik één dagje voorgevoerd op het Gooimeer. Het is eigenlijk gewoon omdat ik gewoon zin had om gewoon een keer op het Gooimeer te zitten. En de wind stond goed, dus ik denk, ik ga het gewoon proberen. Ik ga uit van een blank, dus het kan eigenlijk alleen maar meevallen als ik wel wat vang. Puur omdat ik gewoon eigenlijk heel weinig ervaring heb op het Gooimeer. Een enkele sessie heb ik vorige keer gedraaid. Dat heeft me wel vis opgeleverd, maar toen hebben we ook een voercampagne gehad van echt een week lang achter elkaar echt kilo's voer erin. Met de wind er goed op. Dus het is nu even afwachten. Het is nu 8:15. Ik lig al 2 uurtjes in, nog geen sjoegen. Ik heb 2 hengels met een Ronnie rig en 1 hengel met een soepele onderlijn en een featherweight boilie. Ik heb voorgevoerd met Silk Supreme boilies. En dat is eigenlijk kort samengevat hoe ik vis. Ik heb toplood eraan. Dit eigenlijk om de lijn mooi over de bodem te houden. Boten komen in dit stuk niet, maar voor de zekerheid toch gedaan. Ook een stukje dressuur doorbrekend. En ik hoop dat de vis vannacht deze kant op optrekt. Ik blijf gewoon vannacht een nachtje vissen. Ik ga morgenochtend weer opruimen. En ik hoop dat dat wordt. Geniet van het filmpje en hopelijk tot zo met een hele mooie vis.
tussen 7 uur, 7:15 's ochtends. En ik heb geen piepje, niks gehad. Dus het is een keiharde blank. Helaas. Nou ja, ik ga deze week nog steeds veel vissen. Dus er komen nog een aantal vlogjes aan. En ik hoop dat ik uiteindelijk even wat karpen kan vangen. Want daar kom ik eigenlijk voor. In ieder geval bedankt voor het kijken voor deze duo-vlog, zeg maar. En ik hoop jullie de volgende vlog weer te zien. Ciao!